Betalen via internet is veilig. Doe je dat via een HTTPS-pagina, dan ben je zeker dat jouw geld en bankgegevens bij de juiste persoon belanden. Shoppen vanuit je luie zetel is snel, gemakkelijk en privé. Zowel met krediet als met gewone kaart heb je op 1 minuutje betaald. Bankkaart, kaartlezer, pincode en klaar. Hoe meer dingen je koopt op krediet, hoe groter je maandelijkse kosten worden. Dus bezint eer je begint. Bovendien betaal je bij kopen op krediet behoorlijk wat interest. Want geld lenen kost natuurlijk ook geld. Bij sommige banken kan dat bedrag zelfs oplopen tot 20%. Toch kan het soms handig zijn om gespreid te betalen. Bekijk samen met je bankier welk bedrag je zo kan spenderen. De strijd tussen Farah en Fanny ging vandaag erg gelijk op. Fanny bracht haar budget in gevaar met een blouseje van 45 euro, maar herpakte zich op tijd en kreeg alles rond. Farah begon goedkoop en shopte tegen een stevig tempo al haar outfits bij elkaar. Maar omdat Fanny scoorde met haar vele accessoires en haar koopgedrag goed aanpaste, wint zij vandaag de 250 euro. Fanny, proficiat! Proficiat, jij ook, hè? Inderdaad, Farah, jij gaat niet met lege handen naar huis. Je krijgt 125 euro, dat is ook al mooi meegenomen. Ga je daarmee gaan shoppen? Obviously. En Fanny, 250 euro? Logisch. Ook gaan shoppen? Sowieso. Sowieso. Wel, dan wens ik jullie er heel veel shopplezier mee. Dankjewel. Voilà, Fanny en Farah kunnen nu de zomer een feestje en de winter teruggaan en shoppen toch al iets prijsbewuster. Benieuwd hoe de volgende moederskindjes het ervan af gaan brengen.